vandaag gaat het over hoe gaan we nou van A naar B. We hebben een expertgroep, Omnichannel Organisatie, die is eigenlijk al 3 jaar bezig. Een beetje met een andere samenstelling. Er zitten een aantal hier ook op de voorste rij, die kunnen ook nog vragen beantwoorden. De groep heeft zich het eerste jaar bezig gehouden met wat is nou eigenlijk een Omnichannel Organisatie? Hoe ziet dat er nou uit? En toen hebben we heel erg gekeken naar een aantal voorbeelden van Omnichannel Organisaties, ook uit het buitenland, van wat voor ingrediënten zitten er nou in. Het tweede jaar hebben we eigenlijk gekeken, wat is nou eigenlijk het groeimodel? Want we hadden toen gezien, eigenlijk is het zo dat al die organisaties gaan van één kanaal, maar meerdere kanalen, en die hebben zo'n soort van groeipad. En wat voor ingrediënten zitten daarin? Structuur, cultuur, strategie, en hoe ziet dat er dan uit? En dit jaar hebben we echt specifiek gekeken, oké, maar hoe beweeg je nou eigenlijk met zo'n organisatie van A naar B? Hoe kom je daar? Hoe kom je in beweging? Dus dat is eigenlijk wat wij hebben bekeken dit jaar. En wij geven een aantal boodschappen terug aan u vandaag. Mijn naam is Annemar Tielens. Ik heb binnen Intergamma gefunctioneerd als change manager. Geholpen met een heel groot programma waar ik over zal vertellen. Inmiddels ben ik projectmanager van een project dat ook Omnichannel op de werkvloer moet brengen. Dus bij de bouwmarkten, bij alle medewerkers. En ik ben Gerard Datema, ik werk bij Unive Verzekeringen. Ik ben Customer Experience Manager. En je kunt Unive Verzekeringen waarschijnlijk wel 150 kantoren, een van de grootste schadeverzekeraars in het land. Heel veel kanalen van telefonie tot regiokantoren, maar ook nieuwe kanalen als chat, WhatsApp, etcetera. Goed. Wij hebben dus gemeen dat we Omnichannel Change Agents zijn. Dat we een organisatie hebben die van één kanaal groeide naar meerdere kanalen. Nou, we hebben klappen gekregen en uitgedeeld. Net als onze collega's die daar zitten. En we hebben alle tips en ervaringen hebben we geprobeerd te bundelen om terug te geven aan jullie in wellicht dezelfde situatie. U herkent het wel. Wij moeten ook een omnichannel organisatie. Het uitgangspunt van de nieuwe omnichannel manager. We zijn een stevig bedrijf, we staan al jaren. En jij wordt verantwoordelijk voor de transformatie. Wat kom je tegen? Je gaat van start. Je hebt misschien wel gelezen, of je kent de modellen van McKinsey, de 7 S'en. Je hebt erover nagedacht. Of je hebt het vorige hoofdstuk gelezen van de Omnichannel in het shopping, in dat grote dikke blauwe boek wat vorig jaar is uitgekomen. Er zijn verschillende onderdelen of bouwstenen van die Omnichannel organisatie. Je moet een strategie hebben, de klant gaat centraal, de kosten moeten naar beneden. Het is eigenlijk altijd hetzelfde liedje. De leidinggevenden moeten zorgen dat ze binnen de kaders van wie is nou eigenlijk onze klant, enerzijds zorgen dat iedereen luistert naar die klant. En aan de andere kant ervoor moet zorgen dat mensen hun eigen expertise kwijt kunnen en vrijheid krijgen. We moeten ervoor zorgen dat we een structuur hebben die daarbij past. Die ervoor zorgt eigenlijk dat we met elkaar samenwerken. Dus dat een zeg maar, plaatje van de organisatie, dat is prima. Alleen kijk uit voor die kolommen, want we moeten plotseling door alle kanalen heen met elkaar samenwerken. Dus daar moet ik iets mee als Omnichannel Manager. We moeten een cultuur hebben die agile is, want iedereen roept agile. Het moet continu verbeteren. We hebben dat in een vorige versie genoemd. We moeten een Barbapapa-organisatie worden die zich continu aanpast aan de omgeving. En we moeten personeel hebben die precies weet wat ze moeten doen, de juiste kennis en kunde hebben. En dat klinkt natuurlijk allemaal cool en dat is allemaal volgens de boekjes en dat zal vast en zeker goed werken in een perfecte organisatie. Maar wat wij gemeend hebben, ook vanuit onze expertgroep, is dat het eigenlijk neerkomt op 3 dingen. Weten, willen en kunnen. Niet in die volgorde overigens, het maakt eigenlijk niet uit in welke volgorde, maar het gaat om van kunnen de mensen die omnichannel verandering moeten aangeven, moeten die ook daadwerkelijk zeg maar, die visie hebben? Wat is hun strategie? Waar gaan ze naartoe? Daarnaast moet het management, het hoge management, er ook echt 100% achter staan. En het allerbelangrijkste, kan het personeel mee?
zijn zij in die veranderbereidheid bereid om mee te gaan met de organisatie en om te kijken van kunnen we deze organisatie in een nieuw jasje steken, want daar gaat het eigenlijk om. En daar volgt meestal al de ontgoocheling. Ik denk niet of jullie dat herkennen, maar op het moment dat je die drie pijlers hebt, dan blijft er altijd wel eentje achter. Of het zijn de medewerkers, of is het management dat toch niet op het juiste moment zegt van goh, ga er maar voor. Of je hebt de juiste visie nog niet te pakken. Dus het allerbelangrijkste is van probeer weten, willen en kunnen allemaal tegelijkertijd in een goed moment neer te zetten in de organisatie. En probeer daar ook op dat moment een moment te creëren. En ik denk dat iedereen daar wel hulp nodig bij heeft. Want het is niet zomaar iets wat je van over één nacht ijs doet. Je moet er een goed idee bij hebben. En daar komen wij bij kijken. En wie komt u helpen? Gordon Ramsay. Ik hoop dat iedereen hem kent. Gordon Ramsay is een kok. En die kok transformeert op televisie hele restaurantketens. Dit is het woord dat hij het meest gebruikt tijdens de transformatie. U denkt het, hij roept het. Gordon Ramsay zegt eigenlijk, en dat zie je eigenlijk in heel veel programma's op de televisie, het format is eigenlijk het format van een change manager, projectmanager. Er zitten altijd 7 stappen in. Of het nou het programma Obese is, of in dit geval Gordon Ramsay, die net als Harry in de keuken een restaurant probeert te transformeren. Er zitten altijd dezelfde onderdelen in. 7 stappen. Gordon Ramsay komt binnen op dag 1. De cijfers gaan niet goed. Hij is erbij gehaald omdat het niet goed gaat met het restaurant. Vaak is het een familierestaurant waar de Italiaanse familie mee begonnen is. Waar goed gekookt werd, waar gezelligheid was, waar iedereen zijn schouders eronder zette, waar verse ingrediënten waren. En vervolgens loopt het mis en komen ze allemaal meer in de rode cijfers. Gordon Ramsay gaat op de televisie. Je ziet het voor je, hij gaat proeven, hij spuugt bijna alles uit. Hij laat de mensen zien dat het niet goed is hoe het gaat. Hij kaffert iedereen uit, dus of dat nou de manier is, dat moet je afvragen. Maar het is in ieder geval heel duidelijk dat hij de spiegel voorhoudt. Dat hij zegt, dit kan zo niet. Terug naar Intergamma. Gamma en Karwijn. Dit kan zo niet. We verdienen nog steeds geld. 3,5 jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar de klant. Waarom hebben we onderzoek naar de klant gedaan? Dat doen we natuurlijk continu. Maar er kwamen uit al maar meer hoeken van de organisatie het idee, dit is niet de toekomst. We moeten anders. We zijn gaan onderzoeken en wat we eigenlijk merkten is, onze klanten verwachten veel meer van ons. Ze verwachten 24/7 hulp. Met name ook omdat heel veel mensen niet meer in staat zijn te klussen. Ze hebben zich goed geïnformeerd van tevoren online. Ze komen in die bouwmarkt en ze willen ondersteund worden. Of ze willen gewoon hun spullen de volgende dag op hun deurmat hebben. Ze willen dat eigenlijk ook in de volgorde van dat ze die klus doen. Ze willen ondersteuning. En wij stonden voor de uitdaging, wij moeten hier iets mee. We moeten aan de slag. Vanuit Univé gezien... Nou ja, zoals ik net al zei, Univé, een vrij traditionele verzekeraar, tenminste, zo zien heel veel mensen ons. En dan krijg je te maken met dit soort dingen. Ik weet niet of jullie Oscar kennen. Oscar is een initiatief vanuit Amerika. Het is een health insurance. En wat zij doen is eigenlijk gewoon de hele zorgverzekeringmarkt echt helemaal gek maken. Want wat ze hebben gedaan, ze hebben een app ontwikkeld. Daar hebben ze 10.000 doktoren ingezet die praten met hun patiënten. Dus je hebt niet meer een soort van spreekuur. Nee, je gaat gewoon eventjes in die app met een dokter praten. Die ook op dat moment echt precies weet wat er aan de hand is. Want je kan ze zoeken op diverse diagnoses die je zelf stelt. Dit is wel vrij ver weg. Als je kijkt naar de Nederlandse markt, komen wij steeds vaker tegen dat er verzekeraars zijn die zich heel erg gaan focussen op één kanaal. Die ook een hele goedkope premie kunnen bieden. Maar die gaan ook wel excelleren op dat kanaal. En dat zijn de concurrenten waar wij op dit moment mee vechten. Maar het is een gevecht wat wij proberen te leveren. Maar wij hebben een heel ander distributiemodel met misschien wel een bijbehorende premie. Dus dat is onze sense of urgency om te kijken hoe kunnen we dit gebruiken
om weer verder te gaan en ook wel weer een goed product neer te zetten. Nou, in het stuk van Gordon Ramsay zie je ook dat er dan een confrontatie is. You're working hard in the wrong places. Er zit nog ineens een vakwoord in van Gordon. Maar uiteindelijk merk je heel erg dat hij heel erg duidelijk gaat zeggen tegen die Italiaanse eigenaar van het restaurant. Van jongens, je doet het niet goed. Er gaat iets mis. En die confrontatie is nodig om die stap te zetten. Je moet eerst in je hoofd klaar ervoor zijn om een volgende stap te zetten. Onze confrontatie kwam eigenlijk ergens in 2011. Wij wonnen eigenlijk jaar op jaar klantvriendelijkste verzekeraar. Dat vonden wij ook eigenlijk wel normaal. Op het moment dat er een prijsuitreiking stond, zaten wij op de voorste rij. En als de winnaar eerst werd geroepen, dan stonden wij eigenlijk al op en haalden we die prijs op. In 2011 hebben wij onze laatste klantvriendelijkste verzekeraar award binnengehaald. En toen zijn we wel gaan denken van, goh, wat gaat hier mis? En het hele omnichannel denken en de omnichannel transformatie is daar ook wel op gestoeld om weer zo snel mogelijk dit soort prijzen weer terug te gaan winnen. Ja, en ook wij hadden de uitdaging om onze organisatie, die een franchise-organisatie is, ook mee te nemen in het feit dat die klant aan het veranderen is en de markt aan het veranderen is. Dat er nieuwe toetreders zijn. En we hebben daar eigenlijk drie soorten manieren voor gevonden. Ten eerste heeft onze directeur, die hier rechts ziet, Harjan Stoter, heeft heel duidelijk gezegd, dit is wat we gaan doen. Dit is wat ik vind dat de prioriteit heeft de komende jaren. Dit is, omdat de klant het wil, is dit onze toekomst. Dus dat is één ding, zeg maar, het verhaal van, dit is onze prioriteit als organisatie, dit is wat we gaan doen. Het is geen keus, dit is gewoon wat we gaan doen. Dus er zit een beetje dwang op. Het tweede is dat we experts erbij hebben gehaald om mensen wakker te schudden. Onder andere daar Cor Molenaar, de meeste mensen zullen wel kennen. Als je in retail Nederland rondloopt, dan hoor je Cor heel regelmatig. En zeker de afgelopen weken was hij natuurlijk met alle onrust in retailland heel veel aan het woord. Maar hij heeft ook bij ons weer geholpen om die urgentie te benadrukken. En om te laten zien wat er aan de hand is in de wereld. En verder, zit hij nog goed? Techniek? Ja. Als laatste hebben we een derde manier. Je hebt een soort van leidinggevende die zeggen, dit is wat we doen. De expert die zegt, dit is wat we doen. Maar we hebben het ook mensen zelf laten ondervinden. Dus dat ze het zelf voelen dat dit is wat ze moeten doen. Door ze bijvoorbeeld mee te nemen naar Londen. En daar een aantal nieuwe retailconcepten te zien, uit te proberen en mee te lopen. Zodat die discussie daarover ontstond. Dus die drie dingen zou ik jullie ook willen meegeven. Zorg voor kennis van buiten, voor prioriteit van binnen. En dat mensen zelf voelen en zien, oké, dit is wat we moeten doen. Gordon Ramsay doet dat ook. Wat hij doet is, nadat hij zijn conclusies heeft getrokken, is het meestal het verhaal minder gerechten. Een ombouw van de tent. Simpele, verse gerechten. Dat is wat de mensen willen. Hij doet vaak een omgevingsanalyse. Hij kijkt wat er verder aan de horeca in de buurt zit. En hij maakt een nieuw plan. Hij neemt dat personeel dan ook mee in hoe die gerechtjes eruit zouden moeten zien. Terug naar Integramma. Wat wij hebben gedaan is, nadat de urgentie bekend was, hebben we gezegd, nou, we moeten eigenlijk schetsen voor onze mensen wat dat toekomstige plaatje dan is. Hoe ziet dat er dan uit als we dan klaar zijn? En we hebben een filmpje gemaakt, dat heette toen nog het toekomstig aankoopproces van de klant. Dat is inmiddels 3,5 jaar geleden. Op dat moment was het echt nog toekomstmuziek. Daar zie je een jong stel dat zijn nieuwe huis in wil richten, dat is nog helemaal leeg. Je ziet ze werken met de iPad, ze werken aan een zuil in de winkel, ze krijgen thuis bezorgd. Dat was toen allemaal nog toekomstmuziek voor Integramma. Maar iedereen had na het zien van dat filmpje echt zoiets, dat is logisch. Zo moet het eruit zien. Dit is waar we naartoe werken. En dat filmpje heeft een hele belangrijke rol vervuld in het zichtbaar maken van waar we naartoe werkten. Terug naar Univé en ons aanlokkelijk beeld voor de toekomst. We zijn een paar stapjes daarvoor nog bezig. En wat wij zien is dat wij een heel veel kanalen hebben. En die kanalen die werken eigenlijk heel erg goed. Op het moment dat je een kantoor, ik weet niet of een van jullie ooit een kantoor van Univé binnen is komen lopen. Maar dan word je echt wel heel goed behandeld.
Het probleem is, nog wel eens, dat op het moment dat je daarna gaat bellen, dat we eigenlijk niet zo goed op de hoogte zijn wat er eigenlijk daadwerkelijk in dat kantoor is gebeurd. Erger nog, op het moment dat je daarna gaat chatten, dan weten we echt niet meer wat er gebeurd is. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we in de toekomst gaan nadenken over een soort van yin-yang tussen alle kanalen. En dat de klant, dat wij altijd op de hoogte zijn hoe die klant ergens is terechtgekomen, wat er gebeurd is en hoe we dat ook weer terug kunnen koppelen. En dan volgt een actieplan. Want het actieplan is het allerbelangrijkste om die stap te maken. En wij hebben gekozen voor een 7-stappenmodel. En in dat stappenmodel zitten wij eigenlijk ergens hier. Dus wij zijn er ook nog niet. Dus dit is een ervaring die ik je meegeef van iemand die ook op dit moment heel druk in dat transformatieproces zit. Get the basics right. Zijn we nu heel druk mee bezig. En als analyse van de customer experience. Kijk naar je klantreis. Wat is je integrale klantreis? Wat voor cijfers haal je in die integrale klantreis? Daarna de kanaalanalyse. Welke kanalen heb je allemaal? Hoe gebruik je die? Zijn er ook kanalen die je misschien af en toe niet ziet? Of eigenlijk niet meer heel helder voor de bril hebt? Wat zijn daar service levels op? We hebben op dit moment, ik denk alle bedrijven die hier zitten, hebben e-mailbeantwoording. En e-mailbeantwoording zit misschien wel op 24 uur. Of misschien binnen 5 uur. Maar tegenwoordig hebben we ook WhatsApp. En WhatsApp ga je niet binnen 5 uur beantwoorden. Is WhatsApp nou heel veel anders dan e-mail? Ja, volgens mij niet. Maar dan moeten we dus heel goed gaan kijken naar welke kanalen hebben we, hoe hebben we die in de traditie behandeld. Maar laten we ook eens gaan kijken om die oude kanalen ook eens een keer in een nieuw jasje te gaan steken. Daarna volgen omnichannel doelstellingen neerzetten. Daar zijn we op dit moment heel erg hard mee bezig. En daaruit volgt langzamerhand een omnichannel strategie. En op dat moment ga je volgens mij, en tenminste als ik zo ook kijk naar de expert in onze expertgroep, ga je de omnichannel organisatie neerzetten. En dan ben je er helaas nog niet. En dan ga je meten, bijstellen, kijken wat er gebeurt. Terug naar, naar je customer journey. Wat voor cijfers haal je? Zijn de kanalen goed op elkaar aangesloten? Werkt je CRM op dit moment zo dat als jij ergens iets noteert in het systeem, dat medewerker X in den landen ook nog steeds hetzelfde kan zien? Dat zijn allemaal stappen waar je eigenlijk gewoon een soort van cyclus van maakt. Want op het moment dat je gaat meten en bijstellen, begin je eigenlijk gewoon weer de basis opnieuw te bekijken. Binnen Integramma hebben we ons programma Olympus genoemd. Omdat daar een metafoor in zit met een berg Olympus. En ook het sportieve element ons goed uitkwam. Want daar kan je heel veel leuke dingen omheen doen. Er zit dynamiek in, er zit iets sportiefs in, er zit beweging in. Dus dat is het logo van Olympus. We hebben de berg in verschillende etappes, dus het dalkamp en het tussenkamp en het eindkamp verdeeld. Met hele duidelijke beschrijvingen van waar we naartoe groeiden. Dus in eerste instantie het voor elkaar krijgen van data, het inrichten van de webshop, het inrichten van je e-logistiek. Zo elke keer een treetje verder. Zodat voor mensen ook duidelijk was hoe we zouden groeien daarin. En dat we snel zouden beginnen, de basis in orde zouden brengen en dan snel op zouden gaan. Nou, Gordon communiceert ook heel veel. Hij is goed hoorbaar, zeg maar, in de televisieserie. Je ziet dat hij ook op een gegeven moment die restauranthouder elke keer weer voor de troepen zet. En mensen aan het werk zet daar met communicatie. Binnen Integramma was communicatie een heel groot belangrijk deel. We hebben heel veel verschillende en diverse stakeholders. We hebben natuurlijk franchise-nemers en bouwmarktmanagers, bouwmarkten. Maar we hebben ook franchise-organisaties die wat groter zijn. Tegelijkertijd hebben we sommige franchise-nemers hebben gewoon één bouwmarkt en zijn eigenlijk alles tegelijk. Dus franchise-nemer en bouwmarktmanager in één. En we hebben natuurlijk ons eigen interne kantoor. We hebben allerlei soorten bijeenkomsten gehad. Je ziet hier inloopsessies, we hebben workshops gehad, we hebben maatwerk voor de bouwmarkt. Grote bijeenkomsten en alles sloot continu aan en alles was elke keer herhaling van het verhaal. Toekomst schetsen en de successen vieren. We komen straks nog. En ook naar de klant toe uiteraard, in de stijl van Integramma, in de stijl van onze formules werd er ook gecommuniceerd elke keer naar medewerkers en een deel hier naar de klanten toe.
nogmaals, wij zijn een paar stappen daarvoor. En wat wij eigenlijk de laatste tijd heel duidelijk hebben afgesproken met elkaar, is dat wij één zin proberen duidelijk te maken van hoog en laag in die organisatie. En dat is niet alleen rekening houden met de kanaalvoorkeuren en behoeftes van de klant. Want volgens mij kiest de klant niet een kanaal. Hij kiest op een moment dat hij iets nodig heeft en dan gaat hij een kanaal erbij pakken. Maar ook de plaats en de tijd waar de klant zich bevindt. Het is namelijk niet meer zo dat de klant ergens thuis achter een desktop zit en ons gaat benaderen. Die zit overal door het land heen. En tijd, ja, wat is tijd? Vroeger hadden wij openingstijden tot 5 uur. Ja, daar zijn we al lang van afgesteld. En daarna het tonen van leiderschap. De zesde stap in ons model. En om eventjes ambitie af te geven, dit is de ambitie van Univé. En Univé wil de meest gewilde totaalaanbieder zijn voor de burger in Nederland. En het totaalaanbieder staat eigenlijk voor 2 dingen. 1, voor het arsenaal aan verzekeringen die we verkopen. Maar ook aan het arsenaal aan kanalen die we gebruiken om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Ja, en ook bij ons hebben we enorm veel aan het leiderschap gedaan. We hebben in 3,5 jaar tijd 10 bijeenkomsten gehad. Die als titel hadden, werkbijeenkomst, leiding geven aan Olympus. En dat is ongelooflijk belangrijk geweest voor het continu herhalen van die boodschap, maar ook het met elkaar praten over wat is er nou nodig om mensen mee te nemen in die verandering. Wij hadden het geluk ook dat we een financieel gezonde organisatie zijn. Dus dat je mensen mee kan nemen en mensen op kan leiden. En op het moment dat er natuurlijk verloop was, hebben we dat over het algemeen natuurlijk opgevuld met mensen uit meer de nieuwe wereld. We hadden natuurlijk helemaal niet zoveel databeheer, we hadden niet die supply chain, we hadden niet zoveel mensen op content, we hadden geen mensen die e-commerce deden. Dus dat is er allemaal zeg maar bijgekomen en voor een deel is het opgeschoven wat we doen. Misschien mag hij nog eentje terug. We hebben heel veel mensen opgeleid en meegenomen. Een van die dingen die heel belangrijk waren, daarin is dat in het programma hebben veel mensen meegewerkt, 1 of 2 jaar, die vervolgens weer de leiding gingen. En dat is voor ons heel erg belangrijk geweest, want die zijn nu een soort van change agents, alleen dan in de lijn. Dus die helpen eigenlijk de programmadoelstellingen weer verder door te trekken in het dagelijks werk. Dus dat programma is daarmee gewoon een onderdeel van het management development. En mag die nog eentje terug hebben? Ja. Wat ook belangrijk is, we hebben natuurlijk heel veel e-learnings gehad. We hebben heel veel mensen opgeleid eindeloos. Wat heel belangrijk daarin is, is dat je het ook fun maakt. Dat je het leuk maakt om te leren. En je ziet daar die gouden boormachine. Dat is een van de dingen die we hebben gedaan vlak voor die webshop uitkwam. We hebben die webshop al opengezet voor onze medewerkers. En was de prijsvraag zoek de gouden boormachine. En mensen konden dan die gouden boormachine zoeken ergens in een website. Dat triggert ze om natuurlijk gewoon op zoek te gaan en op dingen te klikken en daarmee aan de gang te gaan. En als ze hem dan gevonden hadden, konden ze dat opschrijven waar ze hem hadden gevonden. Plus een aantal tips of verbeteringen die wij konden toepassen op de webshop. En dat heeft ook heel veel dynamiek gegeven. En nou ja, goed, ze konden een prijs mee winnen. Maar dat was ook leuk. Maak het ook leuk. Zou ook een tip zijn. Ja, en natuurlijk het vieren van successen is ongehoord belangrijk in die hele journey. Want je, met name als je de dagelijkse dag van het begeleiden van een verandering, ben je nog wel eens gericht op wat er niet goed gaat. De plannen voor de toekomst en de issues en de risico's en het gebrek aan budget en problemen. Zodat je doorgang kan vinden. En je vergeet wel eens terug te kijken naar wat je allemaal al bereikt hebt. En dat is ongelooflijk belangrijk om dat ook een rol te geven in je veranderingsproces. En wat wij hebben gedaan onder andere is dat filmpje weer gepakt. En in plaats van dat het toekomstige aankoopproces is, hebben we hem opnieuw gemaakt. En hebben we een layer overheen gelegd. Het aankoopproces van de klant. En hebben we hem elke keer hebben we er overheen geplakt wat we al bereikt hadden. Dus je ziet hier screenshots uit dat filmpje met daar overheen. Elke keer met een, je ziet het hier niet helemaal qua kleur, maar met groene vinkjes van dat hebben we bereikt. En je ziet eigenlijk dat nu na 3,5 jaar hebben we bijna alles bereikt voor die klant. Want het is de customer journey die we zien. En we hebben gevierd natuurlijk de eerste pakketjes. En we hebben gevierd in de kantine binnen in het programma. Dit is het eerste pakketje van Karwijn. Ik weet niet hoe qua tijd zitten we. Moeten we bijna? Nog even. Oké, nog 2 minuten. Oké, wat we hier hebben gedaan is
Ook hier probeerden we fun. Het filmpje ter plekke hebben we een pakketje besteld online om te laten zien aan onze medewerkers hoe werkt dat. En dan zag je het filmpje van hoe het bij Katoennatie in Antwerpen, dat is onze e-logistiek supplier, klaar werd gemaakt. Dan ging het naar de post, dat zag je ook in het filmpje. Op dat moment zag je daar door die glazen ruit een man van PostNL met dat pakje aankomen rennen. En toen was de fanfare daar. Dus maak het leuk en vier die successen gewoon groot. Ja, en een van de mooiste successen die we hebben gevierd is dat de klant ons een award heeft gegeven. En dat is natuurlijk een van de allermooiste prijzen. Deze dan voor beste bouwmarkt, Karwei, maar Gamma is op precies hetzelfde platform gebouwd. Dus daar zijn we ongelooflijk trots op. En tenslotte hebben we wel gezegd, ja, dat is ook het laatste stukje, het laatste layer die over dat filmpje zit. Ja, we hebben bijna alles bereikt, maar het gaat altijd door. En zoals ik net al zei, bij Unive waren we echt weer op zoek naar die prijzen. En ook wel weer naar de prijzen wat de klant van ons vindt. En daarom zijn we heel trots dat we deze prijs op dit moment weer in de pocket hebben. Populairste website van het jaar, dus ook echt gekozen door klanten. En we zijn vorig jaar webcare winnaar geworden in de DDP Awards. En het allerleukste is ook hierbij dat wij gewoon weer ook zien dat onze nieuwe kanalen daadwerkelijk zo in de markt worden gezet dat er daadwerkelijk de klanten dat ook heel erg waarderen. En dan komen we eigenlijk bij onze laatste slide. En dit is eigenlijk het laatste wat we jullie mee willen geven vanuit onze expertgroep. In the end, there is no substitute for hard work. Uiteindelijk komt het er gewoon op neer. Knallen, hard bezig zijn. Proberen die 7 pijlers vast te houden. En daarmee wil ik jullie graag uitnodigen om onze blue paper te schrijven. Te lezen. En dan wil ik jullie graag hartelijk bedanken voor jullie tijd.